Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vrede zij u. Goedemorgen. Ik ben op een invitatie hier aangewezen om als lid van het parochiebestuur van de Rooms-Katholieke parochie Heilige Michael u allen hartelijk welkom te heten bij deze eucharistieviering voor de installatie door pastoor van de Rooms-Katholieke parochie Heilige Michael en het presenteren van de andere leden van het pastorale team. Nu dien ik de benoemingsbrief van Nonsjo Hulkmans aan de parochie voor te lezen. Aan alle gelovigen van de nieuwe parochie, toegewijd aan de Heilige Michael te Schijndel. Vrede in de Heer. Daar, door de samenvoeging van de parochies, Heilige Jacobus de Meerdere te Tendunge, Sint Lambertus te Geemonde, Heilige Michael te Sint Michiels Gestel en de Heilige Servatius te Schijndel, een nieuwe pastoorteam gevormd moest worden voor de bediening van de nieuwe parochie. Heb ik besloten om met ingang van 1 januari 2013 onze lieve broeder in Christus, Frank Michael As, priester van ons bisdom, tot u te zenden als pastoor en teamleider van de nieuwe Rooms-Katholieke parochie Heilige Michael, gevestigd te Schijndel. Hij zal u namens mij leiden en helpen het woord van God te verkondigen en de sacramenten toe te dienen. Samen met de andere leden van het pastorale team, voor zover zij daartoe bevoegd zijn. En dat zijn de zeer eerwaarde heer C.A.W.J. van Beuren, pastor en priester van ons bisdom. De zeer eerwaarde pater C.S.J. Michael, pastor en lid van de orde van de ongeschoeide Karmelieten. De eerwaarde heer N.A. C.G.M. van der Heijden, diaken. De eerwaarde heer P.J. Schevers, diaken. En mevrouw M.E.A. bij Evers, pastoraal Wester. Welke als zodanig ook door mij per 1 januari 2013 zijn benoemd. Daartoe verleen ik hen en de andere leden van het pastoraal team hierbij tot een herroeping de benodigde bevoegdheden. Ik beveel hen allen in uw genegenheid en goede zorgen aan. Bid voor mij zoals ik u steeds in mijn gebeden gedenk. Gegeven te Sertogenbosch onder onze handtekening en zegel op 3 december 2012. Voordat u het ambt van pastoor op u neemt, vraagt de kerk van u dat u met een eed bevestigt dat u dit ambt trouw en nauwgezet in eenheid met de kerk zult uitoefenen. Ik, Frank Michael As, benoem tot pastoor van de parochie Heilige Michael, beloof, subgravie, geheimhouding over alle zaken die mij als pastoor bekend worden, zo vaak als de bisschop zulks voorschrijft. Ik, Frank Michael As, beloof bij de aanvaarding van het ambt dat ik de communio met de katholieke kerk altijd zal bewaren, zowel in mijn woorden als in mijn wijze van handelen. Met grote zorgvuldigheid en trouw zal ik de taken vervullen waartoe ik gehouden ben jegens de kerk, zowel de gehele als de particuliere kerk, waarin ik geroepen ben mijn dienstwerk volgens de voorschriften van het recht uit te oefenen. Bij de vervulling van mijn functie, die mij in naam van de kerk is toevertrouwd, zal ik het geloofsgoed integraal bewaren, getrouw overdragen en uitleggen. Ik zal welke leerstellingen ook vermijden die hiermee in strijd zijn. De gemeenschappelijke discipline van de gehele kerk zal ik volgen en bevorderen en de onderhouding van alle kerkelijke wetten handhaven, vooral die welke vervat zijn in het wetboek van kanoniek recht. Met christelijke gehoorzaamheid zal ik mij richten naar wat de gewijde herders
als authentieke leraren en meesters van het geloof verklaren of als bestuurders van de kerk bepalen. En zal ik de diocesane bisschoppen trouw behulpzaam zijn, opdat de apostolische activiteit uit te oefenen in naam en in opdracht van de kerk, in de gemeenschap van de kerk verricht wordt. Zo helpen mij God en Gods heilige evangelie waarop ik mijn handen leg. Dan bevestig ik u als pastoor en draag u de herderlijke bediening op van de parochie Heilige Michaël. Mogen de Heilige Geest u bijstaan, u meer en meer vertrouwd maken met de boodschap van het evangelie en uw hart blijvend openen voor de gelovigen die aan u worden toevertrouwd. Broeders en zusters, beginnen we dan deze viering met het belijden van onze zonde, ons tot God te bekeren, om de Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daar spreek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mijn gebed tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. God, alle goedheid en barmhartigheid vindt haar oorsprong in u. Gij leert ons dat vaste gebed en vrijgevigheid middelen tegen de zonde zijn. Zie genadig naar ons, zwakke mensen, die onze schuld beleiden. Onder onze fouten gaan wij gebukt, maar wil ons in uw barmhartigheid telkens weer oprichten door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Lezing uit het boek Exodus. In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro, de priester van Midjan. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet men mij aanspreken, alle geslachten door. Woord van de Heer. Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters. Zij met u. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas.
In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileërs, van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Zo spreekt de Heer. Broeders en zusters, toen wij vanmorgen hier de kerk binnentraden, vooropgegaan door de gildes, de vijf gildes, moest ik denken dat is een mooi beeld van de nieuwe parochie. Een groep van mensen die van verschillende plaatsen komen, die een eigen kleur hebben, maar toch helemaal gemeenschappelijk samen optrekken. De nieuwe parochie in ons bisdom begint steeds meer in praktijk te komen. Er zijn er al 24, de helft ongeveer van degenen die er moeten komen, opgericht. En ik moet eerlijk zeggen, de nieuwe parochies die komen er niet uit weelde. Een zekere armoede brengt ons daartoe. Maar in alle omstandigheden van het leven, in alle omstandigheden van iedere tijd, weet de kerk zich te herpakken. Weet de kerk op kracht van het evangelie, op de rots van Jezus Christus, opnieuw een teken van leven, van hoop en van vreugde te zijn. Zo zal dat ook hier in de nieuwe parochie zijn. Het is in de zekere zin een hele rijke parochie. Want het mooie dorp Schijndel, maar vooral de mensen die er wonen, zijn sterke mensen. En als je dan kijkt naar het kleine Gemonde, dat mooie plaatje waardoor zoveel gemeentes in de geschiedenis aan getrokken is. Ik kijk naar Sint-Michiels Gestel, eigenlijk eerder een voorname plaats onder de rook van Den Bosch, met voorname huizen, met veel instellingen, gestichten. En dan kijk ik niet op de laatste plaats naar Den Dungen. Een hoger gelegen gebied, te midden van de polder. Een rijke nieuwe parochie, rijke omgeving. Maar als ik naar de pastoor kijk, die een grote verantwoordelijkheid krijgt, want hij staat op de eerste plaats ervoor om Christus te verkondigen, om de sacramenten te bedienen. Maar eveneens en niet minder om de eenheid in de parochie te bewaren. Ik hoop dat u en het team, dat die samen de rijkdom hebben om dat vertrouwen steeds te voeden, uit te drukken, tot in tekenen uit te drukken ook, opdat zo de eenheid mag groeien en dat iedereen meer gelukkig kan worden. Als we met elkaar leven, met God leven, dan zijn we zeker ook op weg om echt gelukkig te worden. Amen. Dierbare broeder, ik verzoek u in aanwezigheid van het volk dat aan uw zorg wordt toevertrouwd, opnieuw te beloven
wat gij op de dag van uw priesterwijding hebt uitgesproken. Wilt u als priester de bisschop altijd trouw ter zijde staan bij de herderlijke zorg voor het volk van God onder leiding van de Heilige Geest? Ja, dat wil ik. Wilt u in deze prediking van het evangelie en de uitleg van het katholieke geloof Gods woord met toewijding verkondigen? Ja, dat wil ik. Wilt u de gemeente voorgaan in de liturgie volgens de overlevering van de kerk, vooral in de viering van de eucharistisch offer en het sacrament van de verzoening, tot eer van God en heiliging van het christenvolk? Ja, dat wil ik. Wilt u samen met mij altijd bidden om Gods barmhartigheid voor het volk dat aan u is toevertrouwd en zo gehoor geven aan de opdracht van de Heer tot onophoudelijk gebed? Ja, dat wil ik. Wilt u zich voor het welzijn van het volk steeds meer binden aan Christus, de hoge priester, en zich als een zuivere offergave aan de Vader heeft opgedragen? Met de hulp van Gods genade, ja. Belooft u aan mij en aan mijn opvolgers eerbied en gehoorzaamheid? Ja, dat geloof ik. Ik bid dat God, die dit goede werk in u begonnen is, het ook zal volbrengen. Dit is de sleutel van onze kerk, waar u onze bijeenkomsten zult voorzitten. Wij bidden dat u ons hart zult weten te openen voor God en voor elkaar. Wij vragen u in ons midden het evangelie te verkondigen en onderricht te geven in het katholieke geloof. Wij vragen u in ons midden de sacramenten van het heil te vieren. Versterk en bevestig zo onze band met God en met elkaar in Jezus Christus. Deze brandende kaars is het symbool van wat wij in opdracht van de Heer moeten zijn in deze wereld. Een licht voor onze omgeving. Wij vragen u, geef inspiratie en leiding aan groepen in onze parochie die zich inzetten voor het welzijn van hun medemens, dichtbij en ver weg. De kerk vraagt dat de nieuwe benoemde pastoor plechtig het belijdenis doet van zijn geloof bij de aanvaarding van zijn ambt. We zullen dat samen met hem doen. Ik nodig u uit om te gaan staan. Ik, Frank Michael As, geloof en belijd alle leerstellingen die afzonderlijk en tezamen vervat zijn in de geloofsbelijdenis die ik samen met u wil zingen. Credo di unum Dei. En zijn hulpbisschop Robertus. Voor onze parochiegemeenschap en onze nieuwe pastoor en heel ons pastoraal team. Heer onze God. Laat ons bidden, almachtige, eeuwige God.
U hebt ons geroepen uw volk te zijn, in deze wereld op weg naar de voltooiing bij u. Geef ons dan eenheid en vrede rond de herders, die gij hebt aangesteld. Geef ons een nieuwe paus die gij uitverkoren hebt, en laat uw volk groeien in aantal en liefde, door Christus onze Heer. Amen. We beëindigen nu de dienst van het woord, en we vervolgen de dienst met het in het gereed brengen van de altaartafel met de gaven van brood en wijn. En u kunt zich daarbij aansluiten in de collecte. Mag ik nu de nieuwe pastoor verzoeken voor het eerst als pastoor van deze parochie met mij de heilige eucharistie te komen celebreren, tezamen met de andere priesters, pastoor van Beurden en pater George Ricard. Ook de kelk en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen
om mij te gedenken. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben dankbaar dat gij tot mij komt. Aanspreek en zal gezond. Ontvangen van het geluk dat nog verborgen is.
Gij hebt ons reeds hier op aarde gevoed met brood uit de hemel. Wij bidden u ootmoedig, mogen in ons daadwerkelijk worden vervuld wat wij ondertekenen vieren door Christus onze Heer. Amen. Maria is de moeder van de Heer, ze is de moeder van de kerk, de moeder van ons allen. Haar voorspraak roepen we in voor de nieuwe parochie, voor de vrijwilligers, voor de koren die hier zingen, voor de burgerlijke overheid waar we steeds mee te maken hebben, voor u allen. Wij gaan naar Maria toe om ons op te dragen aan haar en om haar steun te vragen. Bij de geloofsbelijdenis zijn we een stukje overgeslagen en de ceremoniaris van de bisschop die zei dat ik dat nu maar even moest doen. Eveneens geloof ik met vast geloof alles wat vervat is in het geschreven of overgeleverd woord van God en wat door de kerk, het zij door het plechtig oordeel, het zij door het gewoon en universeel leergezag, als van Gods wegen geopenbaard te geloven voorgehouden wordt. Vast aanvaard ik ook en houd mij aan alle uitspraken en elke uitspraak afzonderlijk die het met betrekking tot een leer over geloof of zeden door haar definitief worden gedaan. Bovendien aanvaard ik met religieuze volgzaamheid van wil en verstand de leerstellingen die, het zij de paus, het zij het bisschoppencollege naar voren brengen, wanneer zij hun authentiek leergezag uitoefenen, ook al hebben zij niet de bedoeling deze bij definitieve act af te kondigen. Lieve mensen, bij zijn afscheid afgelopen woensdag zei paus Benedictus: ik heb Christus altijd naast mij geweten. De bisschop sprak er ook al over dat wij kleiner worden en zeker armer geworden zijn. Ook al is de kerk in crisis, zijn mensen in crisis, is de economie in Nederland en Europa in crisis, grijpen donkere wolken aan de hemel samen en reizen de golven huizen hoog, laat één zekerheid nooit vallen. Christus is aan boord in het schip dat de kerk is. Wij hoeven niet te vrezen, ook al lijkt het of hij slaapt. Hij is bij ons. En onder de bescherming van de heilige aartsengel Michaël,
Onder de bescherming van de Heilige Maagd en Moeder van God Maria zullen wij veilig binnenvaren in het hemels vaderland. En daarom zorg dat je niet door ongeloof buiten de boot valt. In het gebed, het vieren van de sacramenten, is Christus met ons. En zo worden wij gesterkt en gevoed in ons geloof en in onze liefde voor Hem. En zijn liefde en dat geloof hebben wij allemaal in de nabije toekomst zo heel hard nodig. Er staan ons grote veranderingen te verwachten. Als wij hier in de nieuwe parochie van de Heilige Michael een aantal kerken in Schijndel aan de eredienst moeten onttrekken. Maar laat deze dag, waarop wij nu de geboorte vieren van de nieuwe parochie, in het jaar van het geloof, voor ons allemaal een nieuw begin zijn. Geestelijk, moreel en spiritueel. Dan zullen wij allemaal geestelijk sterk staan. En deze dag is voor ons allemaal, voor heel de nieuwe parochie, een nieuwe dag. Een dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Ik heb de Heer ook gevraagd of ik ook zelf deze nieuwe dag nieuw mocht beginnen. De Heer heeft mijn gebed verhoord en met mij een nieuw begin gemaakt. Monseigneur, ik wil u danken voor het vertrouwen dat u mij geschonken hebt om mij te benoemen tot pastoor en teamleider van de nieuwe parochie Heilige Michael. Ik wil u ook hartelijk danken dat u vandaag hier naar Schijndel gekomen bent om mij te installeren als de eerste pastoor van de nieuwe parochie, maar ook voor de presentatie van Neil, ons pastoraal team. Mijn geestelijk leidsman en biechtvader zei: je krijgt nu een grotere parochie. Dat vraagt van jou als pastoor ook een groter hart. Om alle mensen in jouw hart te kunnen insluiten. Niet alleen van mij wordt een groter hart gevraagd, maar van heel ons pastoraal team. En daarom vraag ik u, monseigneur, en ik vraag het ook aan u allen die hier bent samengekomen, of die met ons verbonden bent door de lokale televisie. Bid voor ons, opdat wij deze taak, die de Heer ons toevertrouwt, kunnen volbrengen. Ik wil ook mijn grote dank en waardering uitspreken aan alle leden van het pastorale team. Voor het vertrouwen dat jullie mij geven. En ik wil ook mijn liefde, mijn vertrouwen en vriendschap uitspreken dat ik in jullie allen heb. Christus sluit niemand buiten. Hij wil iedereen in zijn hart sluiten. Hij heeft onvolmaakte mensen. En ook wij als pastoraal team kunnen alleen maar onvolmaakte mensen in ons hart sluiten. Want volmaakte mensen bestaan niet. Vroeg Christus om die reden ook niet aan Petrus: hebt gij mij meer lief dan deze mij lief hebben? Laten wij ook als pastoraal team kunnen zeggen: Heer, gij weet dat ik u bemin. Ik wil ook heel hartelijk danken het nieuwe parochiebestuur. Ik ben heel blij met jullie allemaal. Wij vormen samen een heel mooi bestuur met een zeer plezierige omgang met elkaar. Zonder jullie grote inzet voor de opbouw van onze nieuwe parochie, zeker nu in het begin, en ook de toekomst die ons voor ons ligt, zonder jullie kunnen wij als pastoraal team niet functioneren. Ik bid dat ook jullie met veel liefde je kunt geven voor de opbouw van onze nieuwe Michaël-parochie. En dat jullie zelf ook vreugde mogen ontvangen in het mooie werk tot opbouw
van de kerk van Jezus Christus. En wij weten het, niets gaat vanzelf. Een nieuwe parochie opbouwen vraagt enerzijds loslaten en anderzijds opnieuw beginnen. Dank ook aan allen die deze viering zo mooi verzorgd hebben. Een viering waarin God en mensen samen zijn. De vijf gilden van de vier oude parochies. Heel hartelijk dank. Het zangkoor, de dirigent, de organisten, de missionaris, de lectoren, de vertegenwoordigers van de verschillende parochies, de kosters, de pastorale assistenten, de lokale televisie. Allen heel hartelijk dank. Namens het pastoraal team dank ik ook u allen voor uw komst en medewerking, waardoor deze dag inderdaad een hele mooie dag geworden is. Dank aan uw genodigden van dichtbij en veraf. Dank aan u alle parochianen dat u hier bent samengekomen om met onze bisschop, als het ware, de geboorte van de nieuwe parochie in Christuskerk te vieren. Mogen het voor ons allen een feestdag zijn ter ere van de Heer. Wij als pastoraal team hopen u zo aanstonds te mogen ontmoeten. Op een informele wijze, waarin wij ook opnieuw in liefde en vreugde samen zijn. Om het feest van de nieuwe parochie voor te zetten en om daarna als nieuwe mensen naar huis terug te keren. Wij hopen u allen te mogen ontmoeten. Dominus vobis cum. Et vos virtutus. In nomen Domini benedictum. Ex orum et vos virtutum. Adiutorium nostrum in nomen.